Ja, daar gaan de dames. Dan gaan we nou door naar de volgende act. En voor die act staan twee cupidootjes klaar. Die jullie harten gaan veroveren, denk ik zo. Op Valentijnsdag. En ik wil ze hier naar voren hebben. Koen en Quinn. Val ik weg of leef ik nog? Ik val niet weg, zo te horen. Koen en Quinn als de cupidoos. Bosuiltjes en bosuilinnetjes. Wij zijn Gabriel en Venus en samen zijn wij de cupido's van Bosuilendorp. Wij gaan elk koppel langs om ze te checken of ze te maken. Zo gingen we langs bij Martijn. Dus Bras kwam tussen de middag uit school thuis en vroeg aan Kate: papa en mama liggen zeker nog steeds op bed. Ja, zei Kate. Daar besluit ze maar samen de lunch te gaan eten. Daarna ging Bras weer naar school. Smiddags kwam hij weer thuis en vroeg aan Kate: papa en mama liggen zeker nog steeds op bed. Ja, zei Kate, verbaasd. Maar waarom vraag je dat nou heel de tijd? Nou, zei Bras. Papa vroeg vanochtend om de vaseline. Toen heb ik hem stiekem de bisonkit gegeven. Oké, Eva. Ook zijn we langs Eva gegaan. Maar die fixt haar man wel op hele bijzondere wijze. Want haar man geloofde niet op liefde op het eerste gezicht. Dus liep ze gewoon nog een keertje langs. We gingen ook langs Lin. Maar waarom eet zij voor Valentijnsdag altijd een rups? Ze wil vlinders in de buik, logisch toch? Soms mislukt het ook helemaal. Zo bij een man en een vrouw op de dorpsstraat. Toen zei de man tegen de vrouw: zullen we er een mooi weekend van maken? Ja, zei de vrouw, dat is een fantastisch idee. De man antwoordde: oh, dan zie ik je maandag weer. Ook bij kinderen bij de Rosmolen gaat het niet zo goed. Zo ook bij Marnix, want liefde maakt blind en daarom kan die niemand meer vinden. Ik vloog langs Kaatje Jans om koppels te zoeken. Riep opeens een man: wat is de vrouw van de Bosman? Nou, vertel het dus. Een takkenwijf. Ik keek bij iemand door het raam die wel iets heel bijzonders deden, wat ik nog nooit gezien had. Jantje keek fascinerend toe hoe haar moeder huidcreme op haar gezicht deed. Toen vroeg Jantje aan zijn moeder: waarom doe je dat, mami? Om mezelf mooier te maken natuurlijk, antwoordde de moeder. Toen even later haar moeder het eraf ging halen, zei Jantje: het helpt niet, hè? Een man die ik net gekoppeld had, wilde iets heel moois voor zijn vrouw kopen. Hij keek wat rond en zag plots een prachtige Gucci-trui liggen. Wanneer hij voorover boog om de trui van dichtbij te bekijken, liet hij plots een scheetje. De knappe verkoopster stond achter hem, jammer genoeg. En die gaf gewoon deskundig antwoord over wat de trui was. Toen hij vroeg hoeveel de trui kostte, antwoordde de verkoopster: mijn heer, als u al een windje laat bij het bekijken van de trui, scheid je zeker een broek vol als je de prijs hoort. Laatst schoot ik mijn pijl zo goed op een aardige man die op een bankje zat. Ineens komt er een vrouw naast hem zitten en zegt: goh, u lijkt sprekend op mijn derde man. De man vraagt: hoe vaak bent u getrouwd dan? 2 keer, zei de vrouw. Weet je wat ik laatst hoorde bij een bijeenkomst van de cupido's? Wat is een man met 2 vrouwen? Een paradijsvogel. Wat is een man met 1 vrouw? Een geluksvogel. Wat is een man zonder vrouw? Een trekvogel.
Ik vloog boven de koppel in een taxi. Zo. Er werd haast geen woord gezegd. Wanneer ze voorbij een weide reden met ezels en varkens, zei de vrouw: "Kijk daar, je familie." Waarop de man antwoordde: "Ja, aangetrouwd." Bij meneer Maurice van de Rosmolen ging het niet zo lekker. Zo stond Maurice voor de rechter omdat hij zijn vrouw had doodgeschoten toen hij haar met een vreemde man in bed aantrof. "Waarom heeft u eigenlijk uw vrouw neergeschoten, wilde de rechter weten. "Ach," zei Maurice, "het is handiger om één keer mijn vrouw dood te schieten dan elke week een andere man." In welke maand van het jaar is een vrouw het minst lastig? Ik zou het echt niet weten. Februari, die heeft maar 29 dagen. Het gaat zo te horen niet zo goed in Ulvenhout met de liefde. Wij gaan maar weer eens pijlen schieten. Allaf. Doet deze het wel? We zijn uit de lucht. Of zijn we weer in de lucht? Bijna in de lucht. 1 seconde. Nog 1. Doet je het? Ja, bijna. Oké, we zijn weer in de lucht. Hey mannen, supergoed gedaan. Ik denk dat jullie een hoop harten veroverd hebben hier. Of ja, voor sommigen niet, met die Bison Kit. Ik denk dat die wel even blijft plakken, denk ik. Ik zou graag willen weten wat de jury ervan voelt. Dus juffrouw Marietje. Nee, mag ik het niet vragen? Corinne, nee. Ik denk Brexit. Wel. Maar... Nou, ik ben wel heel trots op zulke kanjers. Want alleen al hoe ze opkwamen met zo'n prachtig tenue en de hartjes en de pijlen vloog de lucht. En een hele pittige grapje zaten erbij. Geweldig. Ja, dank u wel. Nou, dat is toch een mooi compliment. Meneer René. Nou, ik dacht direct van, het zijn super lieve jongens. Het zijn een soort engeltjes. Maar jullie hadden wel hele directe goede grappen die iedereen keihard raakten af en toe. Dus heel goed gedaan. En ik vond het goed dat jullie ook mensen van school erbij haalden. Ik kende niet iedereen, maar dat is altijd slim om te doen. Dus dik vet applaus voor jullie. Geef ze nog één groot applaus, Koen en Quinn. Nou Marlene, dan gaan we denk ik door naar de volgende act, hè.